Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. Dan zou je je mond dicht moeten houden. Of zo. Nou, dat ben ik echt niet van plan. Zou ik mijn sociaal leven op moeten geven voor de buurman? Zou het dan niet zo gezellig zijn om gewoon... Van mijn lijf geen Polonaise met niemand meer. Sorry. Ik had het idee al. Het is een zuigert. Hij had er bloed onder je naast staan. Het is een klein kind. Ja, het is hartstikke geschift. Het is een zuiksnor. Hij heeft een snor, maar het is een zuiksnor ook. Ik ben onderweg naar Leiden. Daar woont Corrie Thijsterman met haar hondje Kaya in een knushuurhuisje voorzien van gezellige achtertuin. Nou, wat willen mensen nog meer, zou je zeggen? Nou, nog heel wat, want Corrie heeft zoveel overlast van de overhangende takken van de buurman dat het haar inmiddels behoorlijk de keel uithangt. Hij moet gewoon die rotsen moet gewoon opruimen, die bomen moeten gewoon weg. Het is gewoon een doorn in mijn oog. De buurman in kwestie, Cas Koevoet, geeft toe dat zijn tuin inderdaad een tikkeltje uit de kluiten gewassen is, maar snapt niet waarom de buurvrouw zich daar nou zo druk om maakt. Sterker nog, hij vindt dat zij eigenlijk helemaal niets met zijn tuin te maken heeft. Iemand die naast je woont heeft toch geen eisen te stellen aan een andermans tuin? Zij woont aan de ene kant van de schutting, ik aan deze kant dus. Sorry. Inmiddels groeit het hele gedoe bij de buurtjes behoorlijk boven het hoofd. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser deze zaak eens flink komt knippen en scheren. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above. Nou, dit is de tuin. Dit is mijn tuin. En dit is Biesbos. Alles hangt eroverheen, je ziet het. Het komt er allemaal doorheen. Wij houden zelf de tuin goed bij, dat doen mijn kleinkinderen. Nou, ik vind dit niet normaal. Dit zijn phlox. En dit zijn bramen. Een pruimenboom. En dat is een perenboom. Een conifeer staat erbij en dan die kers. Het is eenmaal een uitzonderlijke boom met mooie bloesem en zo en mooie bladeren. Hier groeien aardbeien en hier hortensia. Als er een eik van 50 meter hoog staat, vind ik dat ook prachtig natuurlijk. Nee? Hierachter zit de schutting en die schutting is aan de onderkant, gaat het helemaal rotten. We hebben al 2 keer een nieuwe hekken geplaatst, maar het blijft niet aan de gang. Straks gaat dit ook kapot, doordat het er doorheen gaat zitten. Want dan kan ik weer overnieuw gaan beginnen. Dat komt er allemaal doorheen. Daar word ik helemaal confuus van. Dat mag ze zelf wegknippen, dus. Zelf afknippen, dan doe ik al 6 jaar. Ja, ik vind het wel meevallen met wat er over de schutting hangt. Ik bedoel, laat hem die tuin leegrossen, jongens. Weg, weg dit zooi, wat moet hij ermee? De hele tuin leeg hebben, dat hoor ik vandaag voor het eerst. Ik hou ook rekening met de buur, hou dan ook een beetje rekening met mij houden. Geen Biesbos. Volgens mij is ze er nooit geweest. In de Biesbos, ze weet niet eens waar het is. Nou, daar zijn we dan weer, in het gezellige Leiden. Maar Leiden is opnieuw in last, want je zal maar last hebben van de takken van de buurman. We hebben trouwens vandaag te maken met een clash, een burenclash op leeftijd. Want daar op de hoek op nummertje 71, daar woont mevrouw Thijsterman en die is 74 jaar oud. En die heeft het aan de stok met meneer Koevoet op nummertje 73 en die is dan weer 71 jaar oud. Ja, het is een beetje onhandig. In Leiden wordt niet genummerd op leeftijd. Maar goed, we redden ons eruit. We gaan beginnen bij mevrouw Thijsterman op de hoek. Nou, de liefde hangt aan de voordeur. Boeddha in de vensterbank. Nou, die heeft genoeg te doen, denk ik. En no smoking. Nou, komt goed uit. Goedemorgen, mevrouw Thijsterman. Goedemorgen, Victor. Hoe maakt u het? Leuk dat je er bent. Goed. Ik kom met u praten over de ruzie met de buurman.
Oké. Ja, dus zo leuk is het niet. Nee, inderdaad. Mag ik binnenkomen? Ja, kom maar verder. U heeft het gezellig voor elkaar. Ja, leuk. Leuk. Mooi huis. Voordat we gaan zitten, zullen we eerst eventjes naar de plaats delict, de achtertuin. Ja, laten we maar daar doen. Om te kijken wat er nou precies allemaal aan scheelt. Ja. Dat is de Kaya, de beste vriend van het huis. Dat is Kaya. Ja. En een fraaie... Nee, foei. Nee. Kom maar. Ja, weet u zeker? Nee, kom maar. Nee, kom maar, Victor. Hij blijft. Ja, nee, tuurlijk. Blijf. Nee. Foei. Blijf. Kom maar. Nee. Bravo. Nee. Goed. Los van de hond, wat is het probleem in de achtertuin? Overhangende takken. Van de buurman? Van de buurman. Ja, en dan heb je het over die braam die hier over de schutting groeit? Ja, die bramen. Ik zie daar ook nog wat hedera doorheen komen? Ja, komen allemaal doorheen daar ook. Terwijl jij volgens mij heel erg je best doet op je tuintje. Ja, dat doen we zeker. Vind je het belangrijk om lekker in je tuin bezig te zijn? Ik vind het belangrijk dat een tuin netjes is en mooi is. Ja. Je hebt die bessies, dat waait mijn tuin in. En zodra je erop gaat lopen, dan worden mijn tegels worden paars. En dan krijg je er nooit meer uit. Dan kan je spuiten en doen wat je wil, krijg je er niet meer uit. Zullen we rustig met een kopje koffie binnen even kletsen? Ja, voor mij krijg je geen bakje, hoor. Ja. Wanneer ben je voor het eerst naar de buurman toegegaan om te klagen? Vorig jaar heb ik hem dit jaar nog gevraagd. Aan hem of hij die bomen wil kappen. Zegt hij al wat overheen nog maar snoeien. Doei. Ja. Dus hij legt eigenlijk het probleem bij u neer? Bij mij. Want heel veel mensen die nu zitten te kijken, die denken misschien, waar maakt die mevrouw zich druk om? Er hangen 4, 5, 6 takken over die schutting. Nou ja, het hangt wel meer eroverheen, hoor. Maar waarom heeft ze daar zo'n last van? Ik ben COPD-patiënt en ik kan niet altijd maar die takken knippen. Je bent ziek. Ik ben ziek. COPD misschien. COPD, dus je hebt last van je longen? Van mijn longen, ja. Ja. Want ik zag een bordje bij het raam naast de voordeur. Ja. Met niet roken. Ja, niet roken. Daarom is die serre gebouwd. Dat ze hier kunnen roken, want het mag binnen niet gerookt worden. Nee, maar rook je zelf? Af en toe. Dat is dan niet zo goed. Als ik heel erg nerveus ben, dan wil ik een sigaretje opsteken. Ja, maar ik kan me voorstellen, nu met de buurman, dat u heel erg nerveus bent. Heel erg nerveus. Want u zit hier met ja. trillende handen. Ja. Dit verhaal te vertellen. Ja, erg. Zo boos bent u? Ja. Heel erg boos. Zou hem zo aan kunnen vliegen. Echt waar? Ja, echt. Spelen er verder nog meer problemen? Ja, de buurman kwam een keer aan de deur klagen over dat hij continu maar tok, tok, tok hoorde. Tok, tok, tok. Ja. En dat komt omdat mijn kleinzoon, ze zit op een dartvereniging. Okay. En dan moeten ze oefenen en dat kunnen ze hierboven doen. Nou, hier aan het dartbord, waar mijn kleinzoon dan dart. 20 minuten, half uur hooguit en langer niet. 2 keer in de week. Nou, dat is het enige. Ja, dan hoor je tok, tok, tok. Maar of dat zo erg is bij hen, ik hoor het hier bijna amper. En waarom darten ze bij u en niet gewoon thuis? Nou, omdat ze thuis geen plek hebben om te darten. En ik heb die zolder vrij, dus ze kunnen hier vrij darten, die jongens onder elkaar. Lekker een dartscompetitie bij oma. Ja. Ik hoor de af en toe tok, maar dat is heel zachtjes. Meester Visser komt de zaak vandaag grondig onderzoeken. Die neemt een deskundige mee en aan het einde van de dag weet u dan precies waar u aan toe bent. Okay. Wat is uw eis voor meester Visser? Mijn eis is dat de buurman zijn tuin helemaal leeg haalt. Helemaal leeg? Helemaal leeg. Oké. Okay. Al die bomen weg. Duidelijk. Ik kom jou zo meteen weer halen, Corrie, als meester Visser onderweg is. Oké. Dank je wel. Tot dan, even rustig aan. Oké. Dan breekt het lijntje niet. Ja, oké, dankjewel. Jongen, nou, wat een toestand. De buurvrouw heeft heel veel stress van de overhangende takken. Maar die takken zijn natuurlijk al lang niet meer het enige probleem. Want de buurman klaagt dus over het geluid van het darten. De kleinkinderen darten natuurlijk af en toe op zolder. Kortom, er speelt een heleboel. En ik ben ook ontzettend benieuwd naar de kant van meneer Koevoet.
Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Meneer Koevoet. Aangenaam. Veel over u gehoord. Mag ik binnenkomen om te kletsen over het gedoe met de buurvrouw? Ik zou zeggen, kom erin. Ja, en zullen we dan gelijk doorlopen naar de tuin eventjes? Ja, oké, dat is goed. Heel graag. Want het is een toestand, heb ik begrepen. Oké. Nou, dat is hem dan. Ja. Meneer Koevoet, ja. De tuin. Ja, de tuin, ja. En het is inderdaad best een weelderige tuin. Dat is het ook, ja. Ja, ja. Dus het... En hier onder de waslijn, dat is het plekje waar u normaal gesproken lekker zit. Ja, inderdaad, ja. Ja. En zit u daar nog wel eens? Het is geen pretje om daar te zitten. Door de kleren van die honden. En wat doen die dan? Ja, wat doet een hond? Blaffen natuurlijk. Blaft hij veel? Maakt hij heel veel? Nee, hij blaft helemaal niet. Hij blaft nooit. Alleen als Kaya buiten legt en de buurman komt in de tuin, dan gromt hij. Oké. Okay. Omdat de buurman wel eens een klap tegen het hek aangegeven heeft. Klap op het hek? Waarom doet hij omdat dat? Omdat hij Kaya en die hond van mijn kleindochter aan het stoeien waren en herrie maakten. Nou, dan vond hij, 's middags vond hij dat vervelend. Toen gaf hij een klap tegen het hek aan. Dus nu, als Kaya buiten legt en de buurman komt in de tuin, dan leg Kaya al te grommen en dan komt ze naar binnen en dan zet ze het poot op mijn arm. Dan zeg ik, ja, ik weet het, de buurman is buiten. Echt waar? Ja. Zullen we over het lawaai binnen even doorkletsen? Nou ja, oké. Okay. Ja, dan laten staan we warm en droog. Laten we dat doen. Loop ik weer achter u aan. Ik ben net bij de buurvrouw geweest. Die klaagt dus heel erg over de overhangende takken in de tuin. Ja, ja. Maar ik heb van haar inmiddels al begrepen dat u last heeft van het darten. Ja, ja. Vertelt u eens wat meer over dat lawaai. Zo'n droge klik tegen de muur. Drie keer achter elkaar en dan even stil. Dan weer drie keer, maar dan uren achter elkaar. Maar is het tok, tok, tok? Ja, ja, in die geest, maar dan behoorlijke decibels, ja. Want waar hoort u het? Het hele huis. Dus dat dringt helemaal door bij die, u in de die geluidsgolven, die gaan naar de fundering. Op de tv geweest. Dat komt al met een gang van 150 kilometer tegen je muur. Ja, dat maakt herrie. Dus we hebben het geluid qua darten, dat stoort u enorm. Dan hebben we de honden, ja. Die blaffen heel hard. Speelt er nog meer qua geluidsoverlast? Ja, dat gekwek in die serre. Oké. Okay. Ja, daar heb ik me mateloos aan. En om hoeveel mensen hebben we het ja, dan? Ja, dat weet ik niet, maar toch wel vaak. Een stuk of 4, 5, 6. Ja. En dat is een hele club, hoor. Ja, en wat doen ze dan? Ja, ouwe hoeren en roken en kwekken. Is er hier vaak geluid in de serre dan? Als we hier zitten te roken met mijn kleinkinderen en mijn kinderen die roken, ja, dan wordt er gepraat. Het is ergens normaal. Ja, dat gaat niet zo zacht natuurlijk. Maar ja, dat moet toch kunnen. Hoeveel kleinkinderen heeft u? 24. Zo, dus u heeft een rijk sociaal leven. Ja, inderdaad. Ik heb een sociaal leven. Ja. En dat wil ik wel zo houden. Maar niet dat ik op mijn tenen moet gaan lopen. Heeft u dat gevoel? Ja, dat gevoel heb ik. Mijn verjaardag vieren we al sowieso niet meer. Omdat we bang zijn dat we te veel overlast bezorgen. Ja. Nu komen mijn kleinkinderen, dat merk ik de laatste dagen, een half uurtje en dan gaan ze weer weg. Maar u denkt dat ze niet langer blijven vanwege de buurman? Ja, als ze zo doorgaan ben ik bang dat er heel weinig komen. Ja. Als ik geen sociaal leven zou hebben, dan ben ik helemaal hier in mijn eentje. Dan komen mijn kinderen niet meer, mijn kleinkinderen niet meer, ja, af en toe. Maar dan heb ik helemaal niks. Dan zit ik hier alleen met mijn hondje. Wat doet de hele situatie met u? Ja, de situatie is van dien uit tot... ik kreeg er hartklachten van. Och. Ik ben nog in het ziekenhuis geweest bij de cardioloog. En wat zei die? Mijn bloeddruk was niet goed. Hij zei, je zit tegen een hersenbloeding op. Hij zegt, ik weet niet hoe het komt. En ik zeg, nou, dat is volgens mij stress van hieruit. Kijk eens, joh. Nou, dit is veel te hoog. 202, 107. En een hartslag van 74. Iedere dag word je ermee geconfronteerd. Ja.
En slaapt u er slecht van? Nou, ik denk wel eens. Ik hoop niet dat de sodemieter weer begint zo meteen. De gelul moet afgelopen zijn. Op. Dit is mij duidelijk. Ik kom u zo meteen weer halen als meester Visser op de weg is. Tot dan, even rustig aan. Ja. Dank u wel voor het... Graag gedaan. Het is weer een opmerkelijke zaak vandaag. En eigenlijk vind ik het heel erg verdrietig dat twee oudere mensen... die rustig zouden moeten kunnen genieten van hun oude dag... zoveel stress van elkaar hebben. Want Corrie zegt dat ze letterlijk en figuurlijk van plan is... de buurman aan te vliegen vanwege de overhangende takken. En de buurman op zijn beurt heeft een mega hoge bloeddruk... van alle geluidsoverlast die hij ervaart van de buurvrouw. Kortom, ik ben heel erg blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft een geluidsexpert in de arm genomen. We gaan alles tot op de bodem uitzoeken. Ik heb met beide partijen afgesproken. Hiervoor op straat. Mevrouw Thijs de Man staat al klaar. Ja. Ga ik nog even de buurman halen. Okay, goed dat u er al bent. Okay. Meneer Koevoet, komt u erbij? Het is rare snuiten voor, voor mij en er blijven rare snuiten. Wat mij vandaag is opgevallen is dat jullie eigenlijk allebei zeggen... ik doe het niet, het snoeien van die tak. Nee, maar het zijn mijn bomen niet. Degene die naast mij woont en ze heeft last van overhangende takken, die mag ze wegzagen. Wij willen iemand onder druk. Ik denk een vrouw alleen. Die kan ik er wel eventjes onder de duim houden. Onder de duim houden, maar dat is niet zo. Want ik ben goed gebekt. Maar u kan ook zorgen, dus dat het niet gebeurt, om uw tuin zelf bij te houden. Nee, dat is gelul, want die takken die groeien er toch overheen. Nee, maar als je het bijhoudt met knippen, dat het laag blijft. Ja. Ja, dan komen ze er ook niet overheen. Nee, maar ze zitten wel 5 meter hoog. Het is een zuigerd. Hij had er bloed onder je naast staan. Het is een klein kind. Eigenlijk zou het heel mooi zijn als we gewoon de handen ineens slaan, toch? Ja. Maar als de buurman hulp nodig had, hij weet dat mijn kleinzoon... mijn tuin helemaal opgeknapt heb, had hij ook al mijn kleinzoon kunnen vragen. Nou komen we bij het kardinale punt. En dat is? Jouw kleinzoon is in mijn tuin geweest... zonder toestemming bij mijn bomen weg te gaan. Is dat zo? Ik zal het niet weten. Ontkende ons. Dit is niet waar, dit is zo. Dit klopt niet. Dus nou ja, het is op alle punten praktisch haar ja tegen mijn nee. Of haar nee tegen mijn ja. Daar komt het op neer. Maar dat is notabene al dus 8 jaar geleden ongeveer? Ja, maar ik weet het nog steeds. Ja. Maar het zit hier nog steeds dwars. Ja, dat vergeet je toch niet? Nee, dat begrijp ik. Mooi, dan zijn we er. Ja, begrijpt u dat ook, buurvrouw? Als hij iets gedaan hebt, dan begrijp ik dat. Ja, je weet het donders goed dat hij het gedaan heeft. Nou, ik kan ook wel eens wat vergeten, hè, want ik, heb ook ik ben ook op mijn leeftijd. Het is een zeiksnor. Hij heeft een snor, maar het is een zeiksnor ook. Ja, het is hartstikke geschift. Dan hebben we naast de bomen ook nog de overlast van de serre. Ja, je vergeet nog iets. Lekker pijltje gooien. Ja, lekker, Je moest eens weten wat de tering je dat geeft. Wel, nee, man. Ach, mensen, ik heb er zelf ook helemaal geen last van. Wat hoor je dan? Tik, tik, tik. En u ervaart dat is toch geen overlast? Wel, nee, dat is toch niet storend, man. En dat doet hij hooguit een half uur. Oh, mij staat toch. En dan moest je weer naar de werk. Alsjeblieft, toch een beetje verhalen. Ik heb nog een naam. Zeg dan mevrouw Thijs de Man, maar zeg geen mens. Van half twee tot 5, 7 uur. Nee, nou ja, het is niet waar. Alles wat ik zeg is niet waar. Nee. Meester Visser, fijn dat u er bent. Mag ik u voorstellen aan beide partijen? Koevoet is er dan. Meneer Koevoet hier van nummer 73. En mevrouw Thijs de Man, 71. Van 71? Ja. Hier op de hoek. En beide hebben ruzie over de overhangende takken uit de tuin van meneer Koevoet. En over een aantal geluidszaken. Nou, dan gaan we maar gelijk beginnen. Heeft u mij nog nodig? Ja, ik zou jou willen vragen om je... Want wij gaan even naar de tuin van mevrouw. Of jij even in de tuin van meneer wil gaan staan. Ik wacht af tot u mij roept. Ja. Dan gaan wij even uw kant op. Gaan we via binnen of via achterom? Ja, we gaan even binnen. Ja? Nou, ik loop wel om. U loopt om? Ja, ik ga wel door de poort naar de tuin. Okay. Als u maar in de tuin komt. Ja? Oké. Okay. Ik denk dat u mijn huis te mooi vindt. Dat u daarom niet durft. Daarvoor loopt u misschien achterom. Wat is precies het probleem? Nou, de takken er allemaal overheen hangen. Die drukken dat hekstuk. En ze komen ook door die boomschors nu heen. Twijlen met de kraan open. Ik had gedacht dat er grote bomen hier overheen groeiden. Moet je kijken hoe het overheen komt. Sorry hoor, maar ik kan het niet zo goed ontdekken. Nee. Victor? Ja? Oh, ik wil eigenlijk een beetje gaan meten. Ga ik een stukje die kant op? Ja, dan ga ik wel op maar het... Maar het duurt wel even, meester Visser, want het is een enorme boskage. Kijk uit voor die besties, want anders krijg je paardentegels. Nou. Oh. Ik wil het niet te hard zeggen, maar... Het is eigenlijk een grote zeikert.
hoor nog helemaal niks aan die kant. Nou, maar er gebeurt genoeg, hoor. Nou. Heb je geen kapmes? Nee. Nou, dan komt-ie. Ja. Wat is dit? Dat is een vlierbes. Een vlierbes. Ja. De stam staat op 44 centimeter uit de schutting. Als ik daar zo zie staan, dan denk ik bij mij van... Jong, heb ik daar nou eigenlijk 8,5 jaar problemen mee. Ik kan het me als niet voorstellen, maar toch is het zo. Dit is een Japanse kers. Hier in de bosjes? Ja. 69 centimeter is het midden van de stam, toch? 69 centimeter. 69. Ik weet voldoende. Oké. Okay. Kom maar aan, hoor. Ja, maar wacht maar even. Dus ik heb alle tijd. Kijk eens. Die zijn niet meer voor consumptie geschikt, die neming. Nee? Ik eet geen bramen, nee. Waarom niet? Nou, ja, er zitten wel eens wormpjes in. Oh. Zo, dan gaan we nu naar hiernaast. Weet bij de televisie. Denk je nou, hè? Glitter, glamour. Ja, dit is heel wat anders. Ja. Ik schrok echt toen bij me in de tuin kwam. Denk ik, man, hoe kan je zo, in godsnaam zo leven? Hoe kan dat? Victor. Ja? Kijk je wel eens naar het darten? Ja, ik ben fan. Ja? Als jij nou even naar hiernaast gaat... Ja? Met de kleinzoon van mevrouw op zolder... En, potje darten. Een beetje potje darten. Komt goed. Maar een beetje, meneer is bang dat het te slap gaat. Maar nee, is... ik ga echt mijn best doen om normaal 180 darten. Te raken. Je kan niet slap darten. Victor, kan je me nog horen? Ja, meester Visser. Jullie kunnen met darten beginnen. Ja. Toppie. Zo, goedemiddag. Goedemiddag, meester Visser. Fijn dat u er bent. Begin jij maar. Ja. Komt-ie aan. Als het goed is, zijn ze nu aan het darten. En dan moeten we stil zijn. Graag, even stil zijn. Niet naar de punten kijken, niet naar de punten kijken. Volgens mij zijn ze niet eens bezig. Sst. Oh, 180! Die klokken van hem klinken harder dan het darten. Nou, en die hoor ik ook niet. Is dit het geluid wat u hoort? Ik hoor het goed, hoor. Ik denk dat u meer last heeft van zijn klokken dan van mijn gepraat in de serre. Ja, meester Visser. Ja, zou jij je nu met zoveel mogelijk mensen die je kunt vinden daar naar de serre kunnen begeven? Naar de serre, ja. En daar gewoon een beetje... Babbelen. Zelf babbelen in de serre met een sigaretje en een voetbalwedstrijd. En de televisie aan, ja, precies. Ja, gaan we doen. 180. Dan moeten we even boven gaan horen. En dan kan ik wel naar huis. U wilt niet horen? Nee. U gaat gewoon naar huis. Ik ga lekker mee ouwe horen. Dat is goed. Kijk, daar is oma. Hoor met de hond. Ik ga niet privé bij de buurman naar boven. Doe hem niet. Dat hebben we niet nodig. De laatste keer dat u met een vreemde man naar boven... Nee. Begrijpen. Het zal wel niet fris zijn. Dus daarom ga ik niet mee naar boven. Goed, de voetbalwedstrijd staat aan. We hebben er een peukje bij. Ja. Nou, ik hoor ze hier al. Ik zou zeggen, laten we gelijk even gaan meten. Trainen, jongen. Die moeten eruit. Dus niet. Ja, nu niet normaal. Kijk toch, kijk dan. Ja! Volgens mij hebben we het wel, ik heb genoeg. We hebben het hier gezien en gehoord. Dan gaan we nu naar de hoorzitting toe. En dan praten we over de zaak verder. Oké. Okay. Ik zie u strakjes. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek wel gezien... dat mevrouw Thijsterman en meneer Koevoet heel duidelijk de pijlen op elkaar gericht hebben. Want ze zijn het over alles oneens. En wat ik heel bijzonder vond, is dat ze elkaar tijdens dat locatiebezoek... eigenlijk niet één keer recht in de ogen hebben willen aankijken. Gelukkig heeft meester Visser wel heel grondig onderzoek kunnen doen. Want we hebben in de bosjes gelegen om de afstand tussen de bomen en de schutting te meten. We hebben boven het geluidsniveau van het darten gemeten. Het enige wat we eigenlijk niet hebben opgemeten is de bloeddruk van beide partijen. Nou, geloof me, die is hoog. Want oh, 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 wat is er een stress.
We zijn toe aan alle bevindingen. Die gaan we nu horen tijdens de hoorzitting. En die vindt uiteraard weer plaats in het café. Buurman gaat liegen. Echt? Ja, als de buurvrouw weer gaat liegen vanavond, ja. Ik moet mijn koest houden en ik doe maar zo. Ik schud maar met mijn hoofd. Welkom, we zijn hier in Brasserie Park in Leiderdorp. En aan de orde is de zaak tussen mevrouw Thijsterman en de heer Koevoet. U woont alle twee in een kleine woning. Klein maar fijn, zal ik maar zeggen. Leuke tuin achter. U kwam een maand later, geloof ik, daar wonen dan meneer. Ik kwam in mei 2008 en mevrouw Thijsterman in december 2008. Oké. Okay. En nu zitten we bijna 10 jaar later. Ja. Nee. En al die tijd is het goed gegaan? Ik heb een paar keer gevraagd aan de buurman of ze de boom wou kappen. Ja. Dat doet de buurman niet. Ja, de hele boom. Ja. Maar niet, je hebt nooit gevraagd aan mij. Zaag die overhangende takken weg. Dat heb je nooit gevraagd. Nee, ik ben echt bij u geweest hoor. Tot 2 keer toe heb ik gevraagd. Ik heb me niet herinneren, sorry. Nee. Nou, eventjes eerlijk, die tuin erachter, dat ziet er toch niet uit. Ja, heb je gelijk. Maar daar heb de buurvrouw geen last van. Van die besjes heb ik wel last van. Ja. Ze in mijn tuin vallen en je hebt niet in de gaten. Je loopt eroverheen een paar tegels. En dan kijk ik nooit meer mijn tegels vandaan. Ja. Dan wil ik wel mooi houden. Maar omdat u dan tegels heeft in de tuin, zou hij geen vlierbes mogen hebben? Nee, maar dan moet hij hem kort houden. Maar dus dat het onder de schutting komt en niet boven de schutting. Zou dat schelen? Ja. Mm-hmm. Dan waren ze ook mijn tuin niet in. En u wilt dat de serre, dat die verdwijnt? Ja. Waarom? Ja, omdat ik daar overlast van ondervind. Als het vol zit met gezelschap, zo hard zitten te praten. Mag je dan niet praten? Dan zou je je mond dicht moeten houden. Of zo. Nou, daar ben ik echt niet van plan. Echt niet. Ik kan dat moeilijk verbieden om bezoek te hebben, toch? Ja. Zou ik mijn sociaal leven op moeten geven voor de buurman? Ik ervaar het als overlast, dat getok. Ja. Dan zet je je radio aan. Ja, als ik s'avonds naar bed ga, dan zet ik geen radio aan. Man, als jij naar bed toe gaat, buurman, ja, om 11 uur... dan is het bijna mijn om 10 uur al stil. Dan zijn de mensen al weg. Ja. Nou, we zijn natuurlijk hele kleine woningen. En misschien hoor, zijn ze niet echt bedoeld om... Hij hoort me ook hoesten. Nou, dan denk ik wel, legt hij met zijn oor tegen de muren of zo. Dat hij me hoort hoesten. Ja, ja. En hij hoort de kleinkinderen darten bij u, dartspelen. Ja. Nou, die komt 2 keer in de week een half uur. Nou, laten we eerst eens even over dat darten. Nou ja, onze geluidsdeskundige is hier, Roelofsen. Ja, we hebben beneden wel iets gehoord. Maar het was niet erg veel, hè? De klokken tikken harder dan de... Ja, het was hoorbaar. Maar ja, niet meetbaar. Nee. En het is bij u ook ontzettend stil in huis. Ja, ik hou van rust. Ja, maar dan hoor je ook alles natuurlijk. Ja, ja. Maar blijft het feit dat ik dat hoor, dat darten. Is er wat dan te doen, meneer Roelofsen, behalve niet darten? Je zou het akoestisch kunnen verbeteren door het iets anders op te hangen. Oh? Deze discussie kunnen we heel makkelijk sluiten. Dat bord die gaat sowieso weg. Want dat is mijn bord en ik heb nu ruimte thuis om hem op te hangen. Dus die meer gaat sowieso geen overlast krijgen. Nou, dat is de oplossing, vind ik netjes. Ja, ja, dit is natuurlijk nog... Dat is wel jammer. Ja, ja. Dat kan ik wel gaan. Ja. Ja, en als u dan nog gaat zeggen, al die bomen die gaan overigens morgen toch ook weg, dan een korte avond. Nee, maar... En wij zitten dan in de serre te roken en de buurman mag er als dat rook. Zomers kan hij lekker in zijn tuintje zitten. Biesbos. Ja, de tuin. U heeft zich jaren zitten verbijten. Vertel. Ik heb zelden op mijn gemak in de tuin kunnen zitten door het hondengebof. Onnaverklap, en nou, dan raak ik maar naar binnen. Want ik kijk niet tegen. Die klerenherrie, om het maar zo te noemen. Mijn hond blaft niet eens in de tuin. Nou, hoor het. Een hond blaft niet. Nee. Geen hond blaft. Buurman, Kaya, die blaft alleen maar als er mens binnenkomt. Ja, en dan is het later stil. En u bent in de war met... De mensen achter u, dat hondje staat de hele dag te blaffen. Ja, die hoor en niet mijn hond. Die hoor ik wel eens af en toe. Maar dat... Ja, af en toe, nee, daar zeg je niets van. Morgen, nee, blaffen. Maar daar zeg u niks van. Nee, buurman. U ergert zich meer aan het hondje van de buurvrouw. Ja, nee. Ook. Ja, en nog die 2 honden die er rondlopen. Er lopen er nog 2.
Als ze op visite zijn. Alleen als ze met elkaar stoeien zijn, maken ze wel eens geluid. Hondjes moeten toch kunnen leven in een tuin? Moeten toch ook eventjes kunnen stoeien en revotten met elkaar? Ja, revotten. Vechten. Dat is stoeien. Of stoeien. Dat doen ze. Wij zijn gewoon een gezellige... En dan gaan ze naar binnen en een kwartier later even raken. Nou ja, dat is eigenlijk het verhaal wat ik eigenlijk begrepen van meneer. Dat de hele dag daar bij mensen bij u herrie maken. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik weet niet wat hier staat onder praten, herrie maken. Wij praten gewoon. Ja. Nou, is het zo, we hebben ook geoefend met Victor en u beneden in de serre. Dus ik zeg altijd chillhok. Chillhok, ja. Maar het is een serre. Ja, het is wel heel erg gezellig geworden, want er hangt nu een televisie. Hangt er. Voor het voetballen, zondagsmiddag. Voor het voetballen. En ja, meneer Roelofsen, u bent, ook dat hebben we gemeten. Op de slaapkamer van meneer. Ja, daar hoor je het stemgeluid wel. Hè? Oh. En het maakt zo'n 45 decibel aan geluid. En af en toe als er geschreeuwd werd, heb je pieken tot zo'n 70 decibel. Maar, ja. Ja, als er een doelpunt valt. Als er een doelpunt valt, inderdaad. Als er een doelpunt valt, inderdaad. Maar dat is de laatste jaren wat minder in Nederland. Nou, die zullen we dat doen, hoor. Maar ja, wat is dan de oplossing? Want je kunt dan, ja... Dus gaan ze om 10 uur gaan de mensen al weg. Wat piept die nou? Hij moet niet zo piepen. Is er wat dan te doen? Want ja, ik durf het nou eens nog te vragen. Als ik een oplossing bedenk, dan gaan ze het weghalen. Ja. Maar ja, dat zou de oplossing zijn, denk ik. Maar ja, het kan akoestisch geïsoleerd worden. Het dak gaat het dan vooral om. Dat brengt wel een behoorlijke verbetering. Zodat meneer wat rustiger kan slapen. Ja, en wat gaat het dan kosten? Weet je dat ook? Nou, gezelligheid kent geen prijs, mevrouw. Nee, oké. Okay. Maar ik vraag het alleen maar even. Ja. Maar ik vraag het gewoon even. Is er... Want dan moet je ook weten wat het gaat kosten. Ja, nou... Enig idee? Ja, met €150 ben je klaar, denk ik. Dat valt nog wel mee, €150. Ik kan wel missen. Maar ja, u wordt niet... U kijkt nog steeds niet gelukkig. Nou ja, ja, maar... Weet je, op de hei misschien niet. Nee, verjaardagen vieren we ook niet meer bij mijn moeder thuis. Nee. Die vieren we nu elders. Kijk, dat, weet je, dat is een beetje het punt. Het, ja. Volgens mij, u bent wel heel erg alleen. En de buurvrouw die heeft een heel gezellig leven. Ja, het is helemaal zo. Zou het dan niet zo gezellig zijn om gewoon... Van mijn lijf geen Polonaise met niemand meer. Dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Ja, maar ook geen vreemde kerels over de vloer. Nee. Tja. Nee, maar wat ik bedoel is... Ik heb mijn kinderen en mijn kleinkinderen en mijn schoonkinderen. Ik heb er genoeg aan. Ja, ja, dus niet zo af en toe eens een keertje, als het toch gezellig is, de buurman ook een glaasje meedrinken. Nee. Sorry. Enkel het idee op. Ik weet eigenlijk voldoende. Ik sluit de hoorzitting. En ik ga me over de zaak buigen. En dan kom ik straks terug. En dan zeg ik u wat ik van de zaak vind. Ja, oké. Okay. Ja? Tot straks. Nou. Hij moet gewoon die rotsen moet je gewoon opruimen. Die bomen moeten gewoon weg. Het is gewoon een doorn in mijn oog. Het komt al met gewoon 150 kilometer tegen je muur. En dat maakt herrie. Stel nou dat meester Visser beslist dat de bomen gewoon mogen blijven staan. Nou, dat zou ik heel erg vinden. Dan kan ik net zo goed in een bos gaan zitten. Dan zit ik ook rondom de bomen. Meneer Koevoet, ja. Ik had al even naar u gezocht. Hoe vond u het gaan tijdens de hoorzitting? Nou ja, ik vond het wel dat het wel goed verliep. Ik heb niks te veel gezegd en geen verkeerde dingen. Dus, Want de buurvrouw zei heel veel. Ja, ja en misschien doet dat de das om, denk ik. Kom. Dames en heren, na een lange emotionele dag is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is natuurlijk... wie vandaag de meeste juridische punten heeft gescoord op het dartsbord van meester Visser. Is dat mevrouw Thijsteman of toch meneer Koevoet? Ik wil u vragen voor zover mogelijk om allemaal te gaan staan. Want hier is de enige echte, meester Frank Visser. Net zo komen. Gaat u zitten als u wilt. Uitspraak in de zaak van Thijsterman tegen Koevoet. Ik begin met de bomen. Zoals ik al vaker heb beslist,
mag iedereen helemaal zelf weten wat hij in zijn tuin zet. En ook Koevoet mag dat zelf weten. Thijsterman moet blaadjes en besjes voor lief nemen. Echter, bomen moeten wel op voldoende afstand van de schutting staan. En in Leiden is die afstand minimaal 50 centimeter. Nou, de Japanse kers en de taxus die staan verder en staan dus goed. Die mogen blijven staan, maar de vlierbes niet. Die zal Koevoet dus moeten weghalen. En wel binnen een maand. Bovendien moet Koevoet ook de overhangende takken binnen een maand zelf weghalen. Hij mag niet verwachten dat de buurvrouw dat voor hem opknapt. De serre. Thijsterman moet de geluidsoverlast die vanuit die serre wordt veroorzaakt zoveel mogelijk voorkomen. En wel door het dak daarvan te isoleren, precies zoals de deskundige heeft geadviseerd. Het dartbord, ja, dat is eigenlijk al opgelost. Omdat is toegezegd om dat dartbord te verwijderen. Dus daar kan Thijsterman aan worden gehouden. Ja, en dan verder nog. Verdere geluiden. Ja, weet u, meneer Koevoet, u kunt geen absolute stilte verwachten. Dat mag u ook niet eisen. Dat u dat zelf thuis doet, dat is allemaal leuk en aardig. Maar de buren mogen gewoon ook hun leven leiden. Dus ja, dat de hond af en toe blaft, dat moet u allemaal accepteren. Als iemand niet doet wat ik net heb beslist, dan moet hij 25 euro boete per dag betalen met een maximum van 5000 euro. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Nou, mevrouw Thijsterman, toch een klein beetje slecht nieuws. Want de biesbos wordt weliswaar gesnoeid, maar hij mag wel blijven. Ja, maar het meeste wordt toch weggehaald? Alleen de vlierbes. En de overhangende takken. Ja. Bent u daar tevreden mee? Ja. Ja. En de serre, tenminste het dak, moet geïsoleerd worden. Ja, maar het moet toch vervangen worden, het dak. Zo is dat. En die handige kleinzoon van u. En dat mag blijven staan. Ja. Meneer Koevoet, de bomen hoeven niet weg. Ik kan me voorstellen dat u daar heel blij mee bent. Ja, daar kan ik me wel mee vinden, ja. Ja. Ja, u moet ze wel gaan snoeien. Ja, dat maakt je maar niet ongerust. Dat komt wel in orde. Dat komt in orde, hè? Ja. Nou, dan ben ik al hartstikke blij. Ja. Zullen we dan met een hand eindigen? Ja, hoor. Dan maken we het beste van, buurman. Ja, inderdaad. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Weet u wat ik nou altijd zo wonderlijk vind? Eerst kijken ze elkaar eigenlijk de hele dag nauwelijks aan. En dan aan het einde gaan ze nog net niet samen in Polonaise de deur uit. Ja, weet je wat het is, Victor? Een conflict beginnen is makkelijk, hè? Maar wat een opluchting als je er vanaf bent. Ja. Oh. Wilt u nou thuis ook heel graag van dat conflict met de buren af? Wacht dan niet langer, mail of bel ons. Dan komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Zo is dat. Lekker naar huis. Fijne avond, tot volgende week. Denkt u dat het voor een liefdesbaby te laat is? Ja, je hebt het gehoord. Mevrouw wil geen polonaise aan de lijf. Nee, nee. Maar beter ook misschien. Nou, zeg nooit, hè?